Hallo allemaal, je moeders, je vaders, je broertjes, zusjes. We zijn terug, we gaan weer lekker uploaden. We zijn vandaag in Utrecht, Comic-Con 2022, jaarbeurs. Je vraagt je waarschijnlijk af wat deze tip is. Nou, dat komt omdat we een IQ hebben van een banaan en niet hebben gecheckt wat we aan het filmen waren op dat moment. En als je ogen dicht doet, dan zie je de tip toch niet, dus who cares. Het is buiten super koud, maar het is echt ongezond, bro. Mijn neus is aan het schotten, bro. Mijn tenen zijn aan het bevriezen, is niet gezond, man. Dus laten we snel naar binnen gaan. En ja, wat gaan we doen? Wat gaan we doen, Jason? Cook up halfway crystal. What I spit, I slice them like Kimbo. On a mic, I'm like Jackson, a queen. We gon' pop us and have a good peace. Me and Amy, the nastiest team. We are kinda like I've been preaching. Anyways, ik ben hier met twee jonge dames. Wat is jullie naam? Mela. Mela? Dien. En wat is jullie cosplay? Katara van Avatar. Sniper Mask van High Rise Invasion. Wat is jullie naam? Lizzie. Lizzie? Ja. Lulu. Hoe oud zijn jullie? 22. Safe. Wat is je naam? Renske. Renske, wat is je cosplay vandaag? Mirko. Mirko van? My Hero Academia. Oké. Hoe oud ben je? 23. Wat is jouw perfecte type man? Je ideale man? Iemand met veel humor. Met veel humor? En die mij kan matchen met mijn humor natuurlijk. Beide schouders en goede rug. She wants you, Jason. Shut up. Het gevoel dat je denkt van wauw, weet je wel, als je niet bij andere mensen hebt. Hi, Pio, en jij? Gewoon iemand die down to earth en open-minded is. Iemand die luistert en iemand die samen wil bouwen aan een relatie. Ah, dat is een goeie, want veel mensen willen niet meer echt bouwen een relatie, hè? Heb je al iemand gevonden die jou interesseert? Nee, niemand. Nee, man. Zijn jullie allebei single? Ja. Ja. Hebben jullie Instagram? Mela laagstreepje NX. Ja, Dinepiel. Oké, dus boys, ik heb jullie gefixt. Try your best. Oh, 1v1. Man, it's trying to 1v1 my ass. Alright. Eerste persoon die scoort vanaf hier. Asian Wall versus Basketball Boy. Round 1. Fight! Hoeveel kansen moet ik je nog geven? Hoeveel kans, bro? Uit! Trying to like, make people win. Ik wil ze een succeservaring geven en... Hey, what? Ik weet niet wat jij hebt genomen voordat je opstond, vriend, maar... I'm about to destroy your ass. Bro. Er gebeurt gewoon geen succeservaring hier. You trying to pull up? Oh, he just took off his jacket. Just got real. Hey, okay, hold on, check this. It just got real. I gotta kill him on a show of greatness. I gotta make him feel me every statement. I gotta put a work into... I think I just beat an NBA player. Okay, hit die, bro, hit die. Ah, get the fuck out of here. Nee, man. No way. Yeah, it's what I thought. It's what I thought. You're trying to be cool. Nah, bro. Hey, het goeie, man. Dankjewel, bro. Hey, man, sowieso, bro. Deze kanonnen die jij hier aan het leveren bent. Oh, nee, gewoon een beetje, man. Zie je dat? Anders kan ik deze niet dragen, toch? Zie je dit? Oh my god, deze is hard, man. Deze guy, joh. Ja, heb je een vriendin? Ja, man, ik heb helemaal. Tuurlijk heb je even niet. Kom maar, nee, kijk naar jou, bro. Oeh, iemand heeft die wapens. Iemand heeft die wapens, live wapens. Hey, yo. Ik ben echt jaloers op dit, hoor. Nou, lekker sporten, ouwe. Bro, hij heeft kanonnen, maar jij hebt. Nee, gewoon sporten, man. Bro, wat is groter dan een kanon? Yo, dit is een tank, bro. Nee, maar ga je even serieus nog. Even, nee, legit, ik moet gewoon aanraken, bro. Deze guy. Jezus, man. Sorry, man, ik moet nog. Sorry, bro. Oké, schreeuw, man. Hé, hey, man, succes met werk nog, man. Yo. Hé, hey, joh, gun mij, bro. Nice. Oh, oké, wacht even. Wow, zij is wilder dan mijn vriendin. Dit fucking veel pijn. Handen wassen. Ja, handen wassen. Hier rechts. Oké. Ja.
Ik zou er niet te lang over doen. Even snel wat background information. We gingen hier naar de Tricky Huis. We moesten wat nummers vinden. En ja, dit was het gevolg. Oké. Handen was. Oh! Hier rechts. Oké. Okay. Oh, de kraan, joh. Oké, shit. Oh, mannen. Moet ik nog steeds handen wassen? Hij doet dat niet. Oh, jij stouterik. Oh, ik moet zijn cijfers onthouden. Ja. Waar zijn de cijfers? 2. Waar? Hey, 2. Cool, 2. Cool, 2. 2. 2-1. 2-1. 2-1. Ah, 2-1-4-3. Shikri lan Amina koydum. Ah man, ik gooi hem zeker. Wel is je Comic Con ervaring tot nu toe? Ik ben hier net pas aangekomen, want mijn treinen waren gecanceld. Oh shit, serieus? Ja, en ik had me verslapen. Heb je een vriendje? Nee. Wil je een vriendje hebben? Nee. Ja, eigenlijk wel, maar ook weer niet. Hey yo bro, kom eens hier, kom eens hier. Hey, wat is je naam man? Lin. Ben je Chinees? Beetje. Hoe ben je een beetje Chinees? Luister, ben je single? Ja. Hey, hij is single. Hoe oud ben je? 19. Hij is ook 19? Nee. Is dit een dating show? Zij is single. En wat als het een dating show is? Huh? Wat ga je doen? Hoor. Vind jij knap? Hey, be honest though. Is hij knap? Ja. Hey, wat vind je van hem? Wat vind je van hem? Hij is wel schattig. Hij is wel schattig. Hey, yo! Hey, I'm just saying, bro. Als dit niet match made in heaven is, hij is knap, bro. Ik kom net pas uit de relatie. Oh, echt waar? Ja. Hij helpt je bovenuit. Waarschijnlijk breek ik dan zijn hart. Ze zegt dat ze misschien je hart gaat breken. Nee, joh. Oh, hoor je die confidence? Ben je Aziat? Ja. Wat voor Aziat ben je? Ik ben Japans. Ja. Waar ben jij? Vietnam. Bro, jullie zijn allebei eilanden. Helemaal, die Vietnam is ook een eiland. Vietnam is een eiland, toch? Hoe bedoel je Vietnam is geen eiland? Laatste keer dat ik heb gecheckt, Vietnam was een eiland. Let me google this shit. Vietnam map. Oké. Fuck. Helemaal niet. Is toch eiland? Volgens mij wel, bro. Dat zit aan China. Yo, Indo is wel een eiland. Mooie naam, hoor je een compliment? Hij gaf een compliment. Oh my god. Hij heeft spieren. Bro, wat gebeurt hier? Wauw, bad boy. Welkom bij Oscar's Dating Show. We gaan vandaag date doen met, wat is je naam? Lin. Talicia. Ik hoor dat elk individu nu kijkt en zegt hoe oud deze persoon is. Oké, tel je leeftijd? 16. Jason, zij lijkt ouder of niet? Zij lijkt jou, je lijkt minimum legal. Broski is out there. Voorzichtig, deze wereld is gevaarlijk, man. Jesus Christ, my Lord and Savior. How are you? Thank you very much. Bless me, please. Bless me. I bless you now and I wish you these happy days at Comic Con. Thank you. Ja. Jezus, hoeveel meisjes heb je gefixt in jouw tijd? Ik heb mannen, dus weet je wel. Maar kijk, wat is your type? Eerlijk gezegd, mijn type? Men. Bro, deze generatie is speciaal. Alleen in de 21ste eeuw kunnen wij omkleden tot Jezus en zeggen dat Jezus gay is. Yo, what the fuck. In de Bijbel staat dat die mag, maar blijkbaar mag wel. Jezus. Hey yo, don't sus me like that, bro. I'll take you up on it, bro. I didn't know Jesus Christus was gay. I didn't know. Hey, the more you know, right?